Dames en heren, hartelijk welkom bij deze laatste aflevering van de Career Mode Challenge, waarin wij proberen met jeugdspelers zo ver mogelijk te komen. Het was een pittige rit. We hebben er 4 seizoenen op zitten. We doen elke aflevering 2 seizoenen en ik denk dat het in deze aflevering ook weer het geval gaat zijn. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor alle support op de vorige aflevering. Echt fantastisch om te zien. Heel veel leuke comments, heel veel positieve reacties, heel veel Instagram DM's van mensen die zeggen dat ze het chill vinden om te kijken terwijl ze een lekkere jonko aan het roken zijn. Nou, ik ben blij dat ik jullie kan vermaken tijdens het oproken van jullie toeter. Helemaal fantastisch. En natuurlijk is het met een bakje chips ook gewoon heel lekker om dit even te kijken. Of als je niet kan slapen of wat dan ook. Dus fijn dat ik dat voor jullie kan betekenen. Zoals ik al zeg, de reacties die lopen nog wel uiteen. Maar over het algemeen is het heel positief. En heel veel mensen die het ook nadoen. Dus dat is top. Dat is oprecht heel erg leuk om te zien. Hey, wij gaan nu naar het laatste seizoen in de Premier League. We zijn gepromoveerd. Het is heel erg fantastisch hoe dat zo snel heeft kunnen gebeuren. En dat komt ook omdat er een aantal spelers van ons zijn die als echte groeibiljanten uit de grond zijn komen te stampen. Ze hebben hier Ajax en Feyenoord in één pool gezet en PSV er ook bij. Ik denk dat dit misschien het makkelijkste voor ons is. We gaan ongetwijfeld gewoon weer niet door in de pre-season toernooi. Dat is elk seizoen tot nu toe gebeurd. Hey, we gaan het team er eventjes bij pakken. Er zijn een aantal spelers op trainingskamp, merk ik nu. Webb, die is met de internationale selectie mee. Van Dijk ook. Misschien is het wel het WK of het EK op dit moment tijdens de game. Wij hebben op goal James Carr hebben we in ieder geval staan. 72 weder. Dat is niet heel erg denderend voor een keeper. Op rechtsachter hebben wij Fernandez, wat een 73 weder speler is. Dat is niet verkeerd, maar nog steeds niet heel goed. Op centerback hebben we Da Costa, die flink aan het groeien is. Dan hebben we Gilles. En ik heb de reactie gekregen, dus ik ga hem vanaf nu Chiel noemen. Chiel van Dijk. Dat komt eigenlijk dat ik hem Gilles noemde, omdat ik ook mensen ken uit Nederland die Gilles heten. Maar in het Belgisch, in het Vlaams, in het Walloons, het Frans is het gewoon Chiel. Dus Chiel van Dijk. Die is ook fantastisch, 81. Zapata speelt op linksachter. Terwijl daar eigenlijk Adesina beter kan spelen. De Nigeriaanse linksachter. Die is 69. We hebben Newman hier op CVM. Maar daar gaat iemand anders staan. Namelijk Jara, die al flink gegroeid is. We hebben ook Kui, die flink wat beter is. Feng is inmiddels 84. Van is 90. Van is 81. Cameramesa, de regen van Iniesta, is 77. Dat is ook heel erg lekker. En Webb, onze wonderspeler, is 91 weet het in de spits. Het is dus heel erg uiteenlopend, het middenveld op deze CVM. Maar voor de rest is dat heel goed. Daar ben ik echt heel erg tevreden over. De verdediging, de keeper, ja, eigenlijk niet. Maar we gaan ook kijken wat de andere spelers op dit moment zijn. Zo hebben we Rocque, de speler die een regen is van Zlatan Ibrahimovic. Die is 71. We hebben een aantal andere spelers uitgeleend die wat zijn gegroeid. Laval is nu 74, dus die kan ook wel op de bank plaatsnemen om regelmatig in te vallen. Dat is alleen niet op het Premier League niveau. We hebben Palacios, die beter is dan Montero op goal. Palacios en Uruguayan, die we hadden gescout, die flink is gegroeid. En is hij ook daadwerkelijk heel veel beter dan Carr? Nee, dat is gewoon bijna gelijk. Wij hebben dan ook nog Martinez, die is uitgeleend. Krbašić, Russo, Aboubakar, die was uitgeleend, die nog steeds niet heel goed is. Ferreira, goede aanvallende middenvelder die wel op de bank plaats kan gaan nemen. Fang is een centrale verdediger die op de bank kan zetten. Het gaat echt niet slecht. Het gaat echt niet slecht. Laten we dat vooropstellen. Maar de Premier League, als Van of Web geblesseerd is, dan is het voor de rest gewoon een heel matig team. Ja, daar kunnen we eerlijk over zijn. Dus wat ik nu moet doen, en dat is ook de conclusie die we hadden getrokken naar het einde van vorig seizoen, is ik moet spelers verkopen. Ik moet jeugdspelers verkopen die op geen enkele manier voor ons gaan spelen, omdat wij te veel keepers hebben. Bijvoorbeeld al, we hebben te veel keepers. Oh, die gaat naar Atlanta als de transferperiode is geopend. Oké, dat is fijn. Daardoor kunnen we ook geen nieuwe spelers scouten, want onze jeugdafdeling zit vol. Die heeft heel veel. Laten we 1 dag verder gaan of 2 dagen verder gaan. Onze jeugdafdeling zit vol. Daar kunnen we geen spelers meer van naar het eerste team overzetten, omdat er te veel spelers in het eerste team zitten. Daar kunnen we niks mee. We hebben wel een verhoging van het transferbudget gekregen. 55 miljoen. Misschien dat we eventjes wat beter kunnen kijken naar regens die vorig jaar er ook al in zaten op career mode, of dit jaar erbij zijn gekomen. Misschien is Modric wel gestopt en is er een goede Kroatische centermid gekomen. We moeten iets met het geld doen. En enkel scouten, dat is nutteloos, want daar heb je maar 10 miljoen voor nodig, maximaal. Gilles van Dijk, die is er weer en die zegt dat de selectie ontevreden is, dat ze nieuwe aankopen willen hebben. Ja, nou goed, dat wil ik ook. En dan het laatste, voordat we echt weer het seizoen kunnen beginnen en de introductie van de aflevering erop zit. Zoals ik al zei, het zit vol bij de talenten. Deze Franse speler is 16, 62 algemeen. Heeft een potentieel van tussen de 90 en de 94. Nou, dat is natuurlijk gewoon echt bizar. Oh, en jullie moeten een blauw duimpje achterlaten. En vergeet niet om te abonneren. Want ik weet dat ongeveer 30 tot 40% die dit kijkt niet geabonneerd is. Waardeloos. En als dit klaar is, gaan we natuurlijk gewoon een nieuwe Career Mode Challenge verzinnen. Dus hey, abonneer. En dan zie je dat de 100 keer in je subbox. En je helpt er mij heel erg mee. Tot zo. De eerste wedstrijd van het seizoen in de internationale beker. Ja, ja, dat is een belangrijke. We gaan niet onze CVM erin neerzetten. We zetten Rocque er neer. En Van Dijk, je bent ook geblesseerd. Nou, Feng hier. Of je bent niet geblesseerd. Zo, mooi. Nu kunnen we het oplossen. Ik hoop dat we voor het eerst in een hele lange tijd gewoon een keertje wedstrijden winnen in het pre-season toernooi in die beker. Je speelt tegen Schalke. En Schalke is in het echt niet goed. Maar die zullen hier waarschijnlijk gewoon een goed team hebben. En we winnen! Kom op, let's go! Boep, 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 voor het eerst weer winnen. En we gaan ook, volgens mij voor de derde keer pas in deze hele career mode, een speler kopen. Moet je kijken, deze Birsa, Sloveense keeper van Bologna. We bieden 26 miljoen, gewoon zijn waarde. In het mooie hotel daar in Bologna, waar we naartoe zijn gevlogen. Mike van Leeuwen, wat weet je? 39 miljoen! Holy shit. 30 miljoen. We bieden 30 miljoen. En dat accepteren we. Nou, dat was heel erg makkelijk, die onderhandeling. Oké. Dan gaan we. De volgende wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Nog steeds veel spelers die ontbreken. Veel spelers die wat vermoeider zijn. Maar als wij winnen, dan zijn we door. Ja, we hebben voor het eerst een pre-season toernooi gewonnen. We zijn door. Dat bedoel ik. We zijn voor het eerst door in een ronde van een pre-season toernooi. Kom op. Piemonte Calcio heeft een bot op Van Dijk, op Gilles gedaan. Dat gaan wij niet accepteren. En Heracles, of nee, Young Boys is akkoord met een leenaanbieding. Dus hey, weer een speler uitgeleend. Nou, komen wij aan met ons B-elftal. Oh, we winnen! Fang, hij scoort de Chinees! Oh! Ik hoop zo erg voor de finale die we tegen Getafe moeten spelen, dat Webb terug is van de interlandperiode. Maar het lijkt mij niet. Het lijkt mij heel stug. Oeh, een talent van 15. Dat al heel erg goed is. En heel erg hoog rated is. Oké, we moeten een paar spelers wel gaan selecteren. We hadden Jacques Dupuis. Die moeten we gewoon gaan uitlenen. Dan hebben wij Fleury. Die wij eigenlijk ook gewoon moeten gaan uitlenen. Jongen, als zij zo erg kunnen groeien, dan is dat zonde als we dat niet doen. Ja, 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 ja. Ze zijn terug. Yes, yes. Ze zijn terug. Kom op. Dus laten we hem spelen. In het eerste seizoen in de Premier League gaan wij voor het eerst een finale spelen en we winnen. Oh, Rocque was ingevallen voor Webb en die scoort. De Zweedse regen van Ibra. En wij winnen het pre-season toernooi. Kom op. We gaan gewoon survive in de Premier League. Dit is een voorbode. Prijzengeld toernooi. 3,5 miljoen. Oh. Boep, 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 boep. Transverbod. Voor Feng 21 miljoen. En Neymar. Neymar is 32 jaar oud. Hij is nog maar 87 algemeen. 85 miljoen. Voor Feng. Voor onze verdedigende middenvelder van 21. Zo, dat is voor het eerst dat hij echt een hele flinke aanbieding krijgt. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Want we kunnen Neymar helemaal niet gebruiken. Hij is geen jeugdspeler. Nee. Daar gaan we dan. De eerste wedstrijd in de Premier League. Het basisteam is best wel goed nu hoor. De verdediging een beetje opgelost. De linksachter. Weet ik nog niet helemaal, maar we spelen tegen Wolves. Ons team redelijk in vorm. Kan nog beter. 2 spelers van 91. Oké. Senesi speelt bij Wolves. Dan weet je dat het lastig wordt. En we verliezen de eerste wedstrijd in de Premier League omdat Fernandez een rode kaart heeft gescoord. Hij heeft de rode kaart gekregen nadat hij heeft gescoord. Dit is balen, zeg. Dit is balen. Dit is kut. Ja, dat vind ik vervelend. Dit is vervelend. Tweede wedstrijd van het seizoen. Dat is ook een lastige. Tegen Manchester United. Fernandes was geblesseerd. Zapata kan er spelen. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. We spelen thuis. Harrogate verliest. Met 0-2. Van United. Die Gnabry, Vinicius, Martial. Ja, we dachten het al. De Premier League gaat lastig worden. En dat blijkt maar gewoon weer. Alsjeblieft, de eerste overwinning. Of een punt. Ja, gewonnen voor Crystal Palace. Boom, 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 boom. Fernandes weer rood. Hou op, Fernandes. Je brengt je team echt in de problemen, man. 346 miljoen en Antoine Griezmann. Maar nee, we gaan niet voor 346 miljoen. Nee, nee, nee. En RKC, jij mag Dupuis mogen jullie uitlenen. Maar van Web, nee, 300 miljoen is te weinig. We zijn veel spelers aan het scouten. Sommige spelers hebben een lage waarde, terwijl ze wel veel potentie hebben. Dit is denk ik de regen van Zeko. Moet haast wel. Een Oekraïner en hier een Fransman met best wel wat waarde. Maar er valt één speler op. Eigenlijk vallen er meerdere op. Maar één speler waarvan ik denk... misschien moeten we het gokje maar gewoon gaan nemen. Deze Julien Touré is een jeugdspeler van Real Madrid. En hij heeft een afkoopclausule van 34 miljoen. Ik heb geen idee of hij dat waard is. Daar gaan we achter komen. We gaan met Zidane zitten. 13 miljoen bieden. Ik denk dat we dat maar gewoon gaan doen. Dan zegt ze misschien belediging. Een redelijk aanbod. Oké. Dus blijkbaar is hij niet zo... proberen het? We gaan het proberen? Geen idee. Ik hoop in ieder geval niet dat wij nu... veel te veel hebben betaald voor deze linksachter die nu bij ons speelt. Oh, we moeten wel risico nemen. 74. Oh, dat is goed. Dat is heel goed. Ik weet niet of hij zoveel waard is. Dat zeker niet. Moet je kijken, joh, naar die fysieke statistieken. Holy shit. Oké, en ik denk dat je hem nog veel beter kan maken als je de defending eventjes snel traint. Hoe duur is hij als je hem nu bekijkt hier? Oh, hij is 10 miljoen waard. Hij is 10 miljoen waard, we hebben 13 miljoen geboden. We hebben het risico genomen en het heeft zich uitbetaald. Yes! Kom op, goeie linksachter. Daar hebben we hem. Oh, dat is een goed gokje. Haha. En dan gaan we. Deadline day voorbij. We krijgen nog allemaal meldingen. Nou, dat helpt natuurlijk niet zo heel veel. Dat is allemaal te laat, zoals altijd. En Rotje was vastgelopen. Oh, oké. Nou ja, goed. Drama, drama. We hebben wel scoutverslagen beschikbaar. Dus dat is goed. Hij is 17 en hij is al hoog algemeen. Hij is ook al wat hoger algemeen, maar hij is ook al 17. Ja, we hebben geen plekje voor ze. Dat is een beetje een dingetje. Tenzij ze echt heel veel waarde hebben, kunnen wij ze gewoon nu niks bieden. Zoals deze gast is een milli, dan doen we het. Deze gast is ook bijna een milli, dan doen we het ook. Maar voor de rest kunnen we ze gewoon niks bieden. Nou, het moreel is erg laag. Dat is wat minder. En dan is het ook nog eens zo dat het niet zo lekker gaat. Dat we niet in vorm zijn. Dat we een aantal posities hebben die niet heel goed bezet zijn. Het is geen goed start van het seizoen. Dat is zeer zeker niet. Maar we winnen wel van Leicester, dus dat is fijn. Het is maar liefst 1 januari 2025. Wij moeten spelen tegen Aston Villa. Wij staan de negende. Zo, kijk eens aan. Dat is echt heel erg prima. Dat is heel erg keurig. Arsenal staat achter ons. Wolves, Aston Villa, Southampton. Tottenham staat 14e. Het gaat ook niet goed met Crystal Palace, Bournemouth en Burnley. Bovenaan staat Chelsea, United, Liverpool, Leicester, West Ham staat heel hoog, Manchester City, Everton, Brighton. Een paar opvallende resultaten. Maar hoe gaat het met ons team, met de selectie? Noem het allemaal op. Maandelijks verslag jeugdteam. Russo is weggaan, want die is uitgeleend. Baptiste Fleury is ook weggegaan. Guest is weggegaan. Rocque hebben we verkocht, is weggegaan. Charlton is weggegaan. Borga is weggegaan op leenbasis. Scout-updates hebben we ook. Jeugdspelers wel weg, gescouten spelers, noem het allemaal op. Een groot deel van het salaris is opgegaan naar nieuwe contracten voor onze first team players. En laten we die maar eens even bijpakken, want je kan zien, het groeit nog steeds ontzettend hard. Birsa, de keeper, plus 2. Russell is uitgeleend, weer plus 2. Carr, plus 2, wil wel weg, wat logisch is. Dat snap ik. Palacios wil ook weg. Eén van de twee kunnen we verkopen of uitlenen. Laten we Carr uitlenen, omdat hij zoveel kan groeien. Dat Palacios dan onze reservedoelman is. Touré die we hebben gekocht, plus 2 al. Dat is lekker. Zapata is uitgeleend. En uitlenen is echt een glitch. Daardoor groeit iedereen ontzettend snel. Zapata plus 4. Onze andere linksachter plus 1 maar. Ja, omdat hij niet speelt. Omdat Julien Touré, dus Touré veel speelt. Hij moet eigenlijk verkocht worden. Van Dijk plus 2. Da Costa plus 2. Harvey plus 1. Die is uitgeleend. Mendes ook maar plus 1. Dat is magertjes dan weer. Die speelt dan blijkbaar niet bij Konyaspor. Uitlenen stoppen. Terug gaan halen van uitlening. En weer op de leenlijst zetten. Zo doen we dat. Dan gaat hij naar een club die wel op zijn niveau is. Waar hij wel speelt. En waar hij hopelijk dan ook veel groeit. Want hij kan echt een topper worden. Fernandez plus 2. Ook erg lekker. Speelt veel. Russo is uitgeleend aan Bournemouth. Zit wel in de Premier League. Maar ik had gezocht naar een rechtsachter bij Bournemouth. En die hebben ze niet. Dus de kans dat hij speelt lijkt mij aanwezig. Hij moet uitgeleend worden. Okpara. Feng plus 3 al. 87. Hallo zeg. Jara plus 1. Wat ook heel erg matig is. En dit is ook weer zoiets van... hij speelt elke wedstrijd. Hij is ontzettend gelukkig. Volgens mij heeft hij elke wedstrijd in de Premier League gespeeld. En hij is maar plus 1. Dus dan kan je hem op een of andere manier maar beter gewoon uitlenen. Rinaldi, die staat te kopen. Zijn contract loopt af, dus dat ga ik niet verlengen. Hij mag in principe wel verkocht worden. Bataglia mag verkocht worden. Misschien kunnen Kui dan beter spelen en Jara dan... Oké, dat zien we dan wel. Hij wil een nieuw contract, dan doen we dat zo. Nu is hij blij over zijn contract. Misschien een beetje lomp, omdat ik hem te veel geef. Maar goed, anders komen we er later weer op terug. Hij mag verkocht worden, op transferlijst zetten. Terwijl hij ook nog een contract heeft, laten we dat contract dan maar gewoon verlengen en hem dan verkopen. Want er zijn vast wel spelers of clubs die hem willen hebben. Plus 6 al. Nou ja, als hij dat seizoen afmaakt, dan gaat hij boven Jara spelen. Hij is plus 3, de regen van Iniesta. Laval plus 1 maar, dat heel erg mager is. Dupuis plus 3. Van plus 2, 92 nu. Duval plus 6. Hij is uitgeleend, gaat heel erg snel. Dat uitlenen is echt zo ontzettend overpowered. Mohamed, Quintero, Webb plus 1, 92 nu. Een van 's werelds beste spelers. Hij wordt niet uitgeleend, wat dan ook. Hij speelt niet en Rivas ook niet zo heel veel. Goed, de transfer deadline day zit erop. We hebben een aantal spelers verkocht, dat was wel fijn. Inleen aanbod van Ibar. Ja, dat is net te laat. Dat is kloten. Ook een inleen aanbod voor een speler die bij ons in de baas staat, Everton. Wat bezielt jullie? En dan is het nu een kwestie van simuleren. Spelers uitlenen, spelers verkopen als we biedingen krijgen. Nog wel door blijven scouten. Misschien zit er ooit een wereldtopper tussen. En voor de rest winnen we van City en verliezen we van West Ham. Dus het is een heel wisselvallig seizoen. Oké, we winnen van Liverpool nu. En we winnen ook van Crystal Palace. Neutraal beker. We gaan hem maar gewoon in één keer door simuleren. Neutraal beker. De FA Cup finale. We hebben net van Liverpool gewonnen. De finale van de beker. We verliezen. We verliezen. Geen prijs. In ons eerste seizoen in de Premier League rampzalig. Maar we zijn wel 60 geworden. Op doelsaldo hebben we geen Europa League voorrondes. Doelsaldo was wel 10. Dus het is niet alsof wij het net hebben gemist. We hebben het op doelsaldo heel flink gemist. Maar punten echt heel weinig. Zesde in ons eerste seizoen is echt heel erg goed. Ik ga even deze berichten beantwoorden allemaal. En dan het team. Na het vijfde seizoen. Web. 93. Kamara Mesa 81. Van 94. 5-ster, 5-ster. Webb heeft ondertussen ook 5-ster, 5-ster. Hij kan alleen niet zo goed schieten, maar ja, dat is het. Feng is ook flink gegroeid. 85. Jara plus 1 of 2, maar op het laatst 72. Dat is echt zonde, want hij heeft heel veel potentie, maar hij is de enige die niet hard groeit. Feng 89 nu. Touré, onze linksachter die we hebben gekocht, 78. Da Costa, 79. Gilles van Dijk, 85. Fernandez, 78. Birsa, 82. Laval gegroeid. Vangen ook wel een beetje. De wisselspelers groeien niet zo heel snel. Dat is een probleempie. Spelers die wel snel groeien zijn spelers die we hebben uitgeleend. Russell dus plus 4. Zapata plus 5 inmiddels, 73. Dat is erg lekker. Harvey plus 1, die moeten we eigenlijk lozen. Mendes ook maar plus 1. Russo plus 4 bij Bournemouth. Dat is ook heel goed. En dan hebben wij nog Newman, plus 8 inmiddels bij Heracles Almelo. Fleury, plus 8, talent. Bourja, plus 4 bij Burnley. Dupuis, plus 6. Duval, plus 9. Jongen, dat uitlenen, dat werkt zo goed. Dat gaan we het volgende seizoen weer doen. En over volgende seizoenen gesproken. We hebben in dit seizoen niks meer te zoeken. Op naar het seizoen 2025. En ik ga nu fullscreen zetten, want dan is het dramatischer. 2026. Daar zijn we weer. Het pre-season toernooi. We hadden hem gewonnen net, toch? We hadden hem net gewonnen. Ja, voor mij is het al 2 uur terug in de tijd. Voor jullie is het nu net. We hadden hem gewonnen. En we gaan nu het middelste toernooi kiezen. Met volgens mij de makkelijkste spelers. Tegenstanders. Ik bedoel tegenstanders. Het is al een lange dag. En wij hebben nu heel veel spelers die terug zijn. En ook een aantal spelers die zijn weggegaan. Nu ze zijn uitgeleend. Dus dat is fantastisch. We zitten in de Europa League. Misschien had een team van net, een Premier League team, de Champions League gewonnen. Schoof het allemaal een plekje door. En hebben wij nu een plek in de Europa League. Maar hey, Europa in met Harrogate Town. Haal de kwartfinale van de FA Cup. Zorg dat je in de Europa League komt. Wederom in de Premier League. Rivas, jij moet natuurlijk helemaal niet als CVM spelen, wilde ik zeggen. Maar kijk naar jou, jongen. Je bent een spits. Maar je hebt de 66 defending. Ik snap niet zo goed waarom ik hier nu pas achter kom. We zouden hem kunnen omtoveren naar CVM. Betekent wel dat we nog een spits nodig hebben. Dat is een probleem. En hij wordt uitgeleend en ja, die gaan we gewoon ontslaan nu. Ja, hallo, sorry, maar dat spijt me. Jij voegt helemaal niks toe. Oké, heel veel spelers moeten we weer uitlenen. Duval bijvoorbeeld, toevoegen aan een leenlijst. Die net ontzettend veel was gegroeid. Hij is pas 18, Dupuis 17. Die moeten we gelijk weer uitlenen. Voor de rest zijn er een aantal spelers die... Hey, hij is transfervrij, de Color of Region. Er zijn een aantal spelers die ik nog steeds wel zou willen hebben. Die ook wat zijn gegroeid ondertussen. Die wij hebben gescout, die we al een tijdje in de gaten houden. Lukimi bijvoorbeeld, die Colombiaanse rechtsachter, die heeft nu een waarde van 19 miljoen. Maar de problemen voor ons zitten hem niet op de rechtsachterpositie. Die zitten vooral op de centrale achterpositie. Dus wij gaan proberen nu centrale verdediger vast te leggen. Sergio Ramos is eindelijk met pensioen. Dus dit moet de nieuwe Sergio Ramos zijn. aangezien dit ze allebei niet zijn. In ieder geval, hartstikke idee. We simuleren deze 3 wedstrijden in 1 keer. Het maakt mij niet uit. We gaan gewoon winnen van Villarreal. En dan gaan we wel winnen van Hoffenheim. Oh, en dan gaan we wel winnen van Bayer Leverkusen. Fantastisch. Dat was het pre-season toernooi. We hebben deze fantastische Duitse verdediger. Die een waarde heeft van 11 miljoen en een clausule van 15 miljoen. Maar ze gaan akkoord met 12 miljoen. Wat goed is. Dan hebben we de jeugdspeler en regen van Werder Bremen. Hij is al wat ouder, 22. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was een steal. Het was een kopie. Weten jullie nog die aanvallende middenvelder uit Argentinië die weg wilde? Dit is Enrique Ferreira nu. 85 algemeen. Ja, nou, goed. Kansloos. Dat gaan we niet nog een keer laten gebeuren. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dus, wat gaan we doen? We gaan een spits contracteren. Een oude bekende. There you are. Bim bam boom. Christian Rocque. Rocque. Ah, ik wil hem terug. Ik wil hem terug. Ik wil niet hetzelfde laten gebeuren als met Enrico Ferreira. Dat wil ik niet. Dus, 17 miljoen. En Daniel Christiansen. Die hebben we net vastgelegd. Huh? De Adesina. Dat Union Berlin eventjes had op ons. Nee, nee. Christian Rocque. Rocque, welkom terug, maatje. Het is nu officieel 1 januari 2026. En wij moeten in de FA Cup tegen Plymouth. Oké. Veel berichten. Veel spelers die zijn weggegaan op leenbasis. Dat is erg fijn. Premier League. Tweede. Op 2 punten achterstand van Liverpool. Oké. Oké, nu gaan we die fucking titel pakken ook. Nu gaan we in het laatste seizoen ook gewoon die titel pakken. Dat gaan we doen. FA Cup, de topscorers, dat maakt niet uit. Hebben we ook de Premier League, de topscorers. Ja, Webb en Van en Feng. 11, 11, 10 doelpunten. Kijk, dat is waarom het zo ontzettend goed gaat met het team. Oké, rechtsmidden 95, spits 95, Rotje 79 dus. Kamara Meza 84, Feng 88, Feng 90, Touré 80, 81, 88, 84, 85 de keeper. Ook de bank is best wel aan het groeien, wat heel fijn is. Dit allemaal niet heel erg, maar dat is... yeah. It is what it is. Kunnen wij zien hoeveel zij nu waard zijn. Fang van de 100, 18 miljoen. Kamara van 60, Laval, bla bla. Van is 285 en Web 294. Oh my lord. Wat ziek. Wat goed. Wat lijp. En het gaat goed in de Premier League. Dus ik wil gewoon die Premier League winnen. Wij gaan die fucking Premier League winnen in ons laatste seizoen. Lieve mensen, we zitten in de halve finale van de FA Cup. En die verliezen we. En we zitten in de halve finale volgens mij van de Europa League. Ik weet niet wat we daarvan net hebben gedaan. We verliezen van Southampton, dat is niet goed. We spelen gelijk tegen AC Milan. En er staat daar neutraal beker, UEL. We verliezen ook van Blackburn. We winnen van Brentford. En we spelen gelijk tegen Liverpool. Deze pakken we er ook gelijk bij. Kom op. De bekerfinale van de UEL tegen Atalanta is dat. We zitten in de finale van de Europa League. We kunnen een Europese prijs pakken met Harrogate Town en we winnen. Volgens mij hebben we nu gewoon gewonnen. En we hebben ook de Premier League gewonnen. Huh? Maar Liverpool stond heel lang eerste. We speelden het gelijk tegen Liverpool. We wonnen wel van Brentford, maar we verloren van Blackburn en van Southampton. We verloren de beker van Tottenham. We hadden bijna de treble gepakt. What the fuck? We zijn eerste geworden met 3 punten voorsprong op Chelsea. De FA Cup hebben we dus verloren van Tottenham. En uiteindelijk heeft Chelsea die gewonnen. What the fuck? Dit is ziek. Prijzengeld toernooi. Ontwikkelingsspelers. Veel jeugdspelers willen weg. Want ja, ik hou ze te lang vast. We hebben ook allemaal scout-updates. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Oké. De doelstellingen, win de beker, zorg dat je de Europa League komt. Ja, win de beker. Premier League gewonnen, dit hebben we niet gehaald. Maar ik denk niet dat het team daar heel erg ontevreden over is. Hoe ziet het team eruit? 96 Web, 85 Camara Meza, 89 Fang, 91 Feng. Da Costa, die nu op centerback speelde, of op CVM speelde, die centerback is. Die kon hier wisselen met Christiansen. 83 van de 96, dat is echt bizar. Fernandez, onze rechtsachter. 87, die is ineens gaan groeien. Christiansen dus. Van Dijk, Chiel, 90. Touré, de linksachter, 82. 87, Birsa, de keeper. Rocque, die is niet heel veel verder gegroeid dus op de bank. Dit zijn onze bankspelers en wij hebben gewoon de Premier League gewonnen. Gewoon puur en alleen omdat Webb en Feng en Van Panky allemaal zo ontzettend goed zijn. Holy shit. Hoeveel zijn zij gegroeid als je kijkt naar gewoon hun ontwikkeling. Birsa +5. Cardi is uitgeleend. +6 nu. 81 keeper. Palacios uitgeleend. +4. Ribeiro +5. Adesina +1. Die speelt dus niet zoveel. Zapata +2, Touré +4 dit seizoen, Fang +1, Harvey, Bianco, Da Costa dus, die Braziliaanse rechtsachter die naar linksachter ging en toen naar centerback +4, Mendes +2, die is uitgeleend, Christiansen +3, speelt dus blijkbaar ook gewoon genoeg dit seizoen, dus dat is heel erg mooi. Van Dijk +5 dit seizoen, 90 rated. Oh! Alvarez +7, jeugdspeler van 18, Fernandez dus +8 dit seizoen. Ook Para, de Souza +5, Russo +4, die ook 19 is en gewoon heel goed gaat worden. Jara, die als hij terugkomt in de basis zou kunnen gaan spelen. 79, weet het. Kui, Feng +2 dit seizoen. Fang +3. Het is ongekend. Holy shit. Newman +7 inmiddels bij Villarreal. Of +5, 77 rated. Aboubakar +3 bij Lazio. Fleury, 19 jaar, 73. Bourga +2. Ferreira +5 bij Fiorentina. Hij speelt ook heel veel. Cameramesa +3 bij ons, Dupuis +4, Van dus +2, Duval +3, Moreira +2, Quintero +1. Holy shit. Weet je wat het is, mensen? Weet je wat het is? Dit is oprecht echt een fantastische career mode geweest. Wij hebben laten zien dat je zonder te toveren, want dat hebben we niet gedaan, gewoon de Premier League kan winnen met jeugdspelers, omdat je ze in het eerste seizoen scout. En dat is moeilijk in het eerste seizoen. Je moet wat spelers verkopen, je moet een goede scout hebben. Maar uiteindelijk, als je ze in de laagste divisie van Engeland hebt, groeien ze met je mee. Tot ze 96 worden. Tot ze een waarde hebben van bijna 300 miljoen. En vanaf dat moment moet je vooral heel goed blijven scouten. Goede spelers op het juiste moment kopen. Spelers uitlenen, want je ziet het hier. Je kan beter spelers uitlenen dan dat je zelf met ze speelt. Ferreira was bij ons nooit +5 geweest. En heel eerlijk, je kan hem heel goed gebruiken op de bank. Ik denk dat je team dan nog beter presteert. Maar je kan beter gewoon wat mindere bankspelers hebben en die spelers dan uitlenen. En dan als ze terugkomen nog een keer uitlenen. Als ze terugkomen nog een keer uitlenen en ze dan in de basis gebruiken. Dan heb je het beste team. Dan heb je echt by far het beste team. Ik sta een beetje versteld van deze career mode. En het ding is ook, we blijven ook maar doorscouten. We blijven maar doorscouten en goede spelers potentieel vast kunnen leggen. Dus dat is ook... Dat is ook echt bizar. Het kan allemaal. Zo, holy shit. Mensen. Na 6 jaar de Premier League gewonnen, de Europa League gewonnen. Uitgeschakeld in de halve finale van de FA Cup. Ik denk dat als wij door zouden gaan met dit team, dat de 96-90 rated spelers... Ik dacht dat de career mode klaar was. Maar ik had toch een soort van gevoel dat me aan het opeten was. Het klopte niet helemaal. Ik denk, hier zit meer in. Dit team, ik heb hier de afgelopen weken, uren mee gespeeld, mee gesimuleerd, het geperfectioneerd. Het klopt niet, het klopt niet. Dus het is nu 2029. We hebben de UCL gewonnen, we hebben de FA Cup gewonnen en we hebben ook de Premier League gewonnen. We hebben de treble gepakt met dit team. We hebben met dit team, zoals je hier kan zien, de Premier League gewonnen. De FA Cup Community Shield hadden we verloren aan het begin van het jaar. We hebben wel nu de FA Cup gewonnen van Burnley, de Carabao Cup. Hadden we ook gewonnen trouwens. Invitational Cup hadden we niet gewonnen. Nee, verloren op strafschoppen. De UEFA Super Cup hadden we wel gewonnen. Want we hadden vorig jaar ook de Champions League gewonnen. En het jaar daarvoor ook de Champions League gewonnen. En nu ook weer de Champions League gewonnen. De Europa League, ja, dat maakt niet uit. Dat kunnen wij toch niet winnen, want we doen er niet aan mee. Nee, hey, we hebben alles gewonnen wat er te winnen valt. We zitten niet op schema. Dat maakt niet zo heel veel uit. Het team ziet er zo uit. En dit is bizar. Web, spits. 99. Dan hebben we de regen van Iniesta. 96 overal. Dan hebben we onze linksmidden Fang, de Chinees, die er vanaf het eerste seizoen bij is. 99. Jara, de Argentijn. Eindelijk is hij gaan groeien. 92 overal. Hij heeft trouwens 5 ster, 5 ster, hij heeft 5 ster, 5 ster, hij heeft 5 ster, 5 ster, hij heeft 5 ster, 5 ster. Feng heeft 5 ster, 3 ster. Onze CVM. 98. Van op rechtsmidden ook 5 ster, 5 ster. 99. Rechtsachter Fernandez, Braziliaan. Hij is 96. Da Costa, Braziliaan, 96. Van Dijk, Chiel, ook vanaf het begin er al bij, 99. Touré, Franse linksachter, gekocht van Real Madrid, 93. Birsa, de regen van Handanovic, 99. Dan hebben we hier op de bank een Braziliaanse linksbuiten, de regen van Neymar. Zapata, Magajan was een rechtsbuiten, heb ik omgetoverd naar een spits, regen van Messi. Cartes, gekocht, een Uruguayaan. Hier een Portugese spits die ook op linksbuiten kan. 5-ster, 5-ster, de regen van Cristiano Ronaldo. Dan hebben we Carr zelf gescout en nog wat andere spelers. Dit is het beste team dat ik ooit heb gezien op Career Mode. Ik weet niet of er een beter team is. Dat heb ik niet gezien op social media, wat dan ook. Dit is oprecht het beste team. We zijn nog niet klaar. Ik ben een aantal spelers uitgeleend. Dit maakt niet zo heel veel uit. Ribeiro, die is +2. Waar zijn de spelers die we hebben uitgeleend? Russo zit er vanaf het begin bij. Uitgeleend aan Liverpool, is nu 84. Zou onze reservespeler zijn. Gallardo, uitgeleend aan Manchester City, +2 al. We hebben Newman hier, +8. Uitgeleend aan Barcelona. Zou bij ons in de basis komen. Uitlenen stoppen, ja, waarom? Geen idee. Ferreira uitgeleend. Fleury, jeugdspeler van 22. Dupuis, 20 jaar, 84 rated. Het is echt oprecht het meest zieke Career Mode team dat ik ooit heb gezien. Er komt een moment waarop elk speler van het team, als ik door zou gaan, 99 zou zijn. Alleen maar jeugdspelers. Mensen, we hebben het gedaan. We hebben dit hele avontuur gekanteld. Ik kan het niet beter doen dan dit. Een blauw duimpje zou terecht zijn. Vergeet niet om te abonneren. Tot ziens.